free, me, all from free. She's the kind of girl I love. She's small, tall, that ain't all. True as the stars above. She's a real sweet gal with a tailor-made smile. For a tailor-made kiss, I'd walk a mile. Listen here, boy, if you can meet, pick a tailor-made woman there, my. We zijn zo blij dat u er bent hier in de zaal. Een halve eeuw, zomaar de tijd vervloog, zomaar. Er is zoveel gebeurd, ik weet niet waar ik beginnen zal. Er valt zoveel te zeggen, zoveel uit te leggen. Maar vandaag alweer de allerlaatste show. Dus zet u schrap. Mensen, en ga uit uw dak. Mensen, de zomer neemt je mee op reis vandaag. Er waren mooie jaren, waar we één familie waren. Lief en leed werd hier gedeeld, wat was dat fijn. Toneel, theater, af en toe een flater. Maar gezellig dan het was, meer moest dat er niet zijn. Iedereen is binnen, dus we gaan beginnen. Zet je zorgen maar opzij en luister mee naar 50 jaar muziek, van leed tot romantiek. Zing met ons en goedenavond, lieve, lieve, lieve mensen. Zo, wat is dat lang geleden, zei dat met je er gezien, hè? En zoals we er zo, we zijn zo blij dat u er weer bent. Maar ik weet niet of er blier is, hoor. Judder of wudder. Ja, en we waren even bang dat we hier nooit meer zouden staan. Inderdaad, Glenn, maar het is helaas wel de allerlaatste grote show. De zomer gooit een handdoek in de ringen op 50 jaar. En dat gaan we natuurlijk niet stilletjes aan ons voorbij laten gaan. Hè? De zomer heeft toch wel een groots afscheid verdiend in dit prachtige, nostalgische Lidl-theater van Worsburg. En het is een jubileum. Het is goud. En dat gaan we vanavond eens uitgebreid met z'n allen vieren. 50 jaar, ik kan me de tijd niet heugen. Ja, dat is een habit dus. Je zat nog niet eens in het ei, man. Kom maar een keer mee. We gaan terug naar het jaar 1972. Dat waren twee mannen uit Kazaand, te weten. Peter de Lizer en Piet Vaas, die hadden een plannetje gesmeed om een Zeeuwse operette- en musicalvereniging op te richten. Want ze hadden toch wel een beetje genoeg van iedere zondagochtend die duffe psalmen te zingen in de kerken. Dus op 2 maart 1972... zag de vereniging de Zeeuwse operette- en musical-amateurs. Zo, kwam dat lekker vlot uit mijn strot. Je wil niet weten hoe vaak ik daar al over gestrukkeld zijn. Maar goed, dat zag het levenslicht op die duffe, donkere, schimmige zolder bij Chic René hier in dit dorp. En vanaf toen ging het in een sneltreinvaart. Want binnen een jaar stonden ze bij 4 uitverkochte voorstellingen hier in het Lidl-theater. En Jin, het verkochte voorstelling in het Zuidland Theater in Terneuzen met de operette Der Zigeunerbaron.
En dit alles onder de bezielende muzikale leiding van niemand minder dan Camille Ingels. Ja, muziekleraar aan de toenmalige schoolgemeenschap Sint-Eloy. Camille Ingels, die trok thee van Tingels, want dat was goed voor de reuma. En die viel nog een keer van zijn katheter, want die dronk geen sterke bak koffie. Met een stevige scheut neut. Zo'n Belgische koffie verkeerd? Nou, ik vind hem nog niet zo verkeerd hoor. Maar goed, we zijn wel inmiddels 50 jaar verder, hè, vriend. Ja. En in die 50 jaar is er wel een heleboel gedaan. En veel gebeurd. En veel gezongen. Dus we hebben geprobeerd om vanavond een reis langs de gouden jaren van de zomer te presenteren. Vol met leuke anekdotes en liedjes die erbij gebleven zijn van onze shows. Echter, maar met één kanttekening. We moeten onze welgemeende excuses aanbieden. Want dat is tegenwoordig een hype in politieke vaarwater. En we kunnen daar ook niet bij wegbluffen. Aan degene die ooit operette ingezongen in deze vereniging. Want het aantal operettenstem in het koor, die kun je tellen op twee vingers. Dus de eerste 30 jaar komen in de liedjes niet aan bod. En dat doen we onze voorgangers echt heel veel mee tekort. Sorry, sorry, sorry nogmaals. Maar je eigen branden operette dan nergens op slaat? Ja, je er zo van schrik de zal het rennen. Maar wat we dus wel hebben vanavond is een show vol met herkenningen en herinneringen. Anders dan u van ons gewend bent, maar toch heel bekend. Ja, en dan toch nog meer een klein vleugje klassiek hoor. Wat denk je? Zullen we het nog een keer proberen? Ah ja, vanzelf. Hé, hey, maestro's, slingert de muziek eens aan. Thank you.
Het begon dus met de komische opera Der Zigeunerbaron. En we hadden toen 22 leden. In de afgelopen 50 jaar zijn we gestegen naar 50 leden. Weer gedaald, weer gestegen. Maar ja, het bleef maar op en neer schieten. We hebben 33 seizoenen in het theater gestaan. Met 23 verschillende shows. Ja, die ledenaantallen, dat bleef een probleem. Dat klopt, Nicole. Ja, uiteindelijk werd de Zeeuws-Vlaamse de zomer wel een vaste waarde in de Zeeuws-Vlaamse theater. Zo mag je dat gerust stellen. En Peter de Leijzer, ja, dat was de drijvende kracht eigenlijk achter de zomer. Hij was iets moois gestart, waar uiteindelijk de mensen van hielden. En hij heeft uiteindelijk zelfs ook aan 18 shows meegewerkt, van het prille begin tot 2008. En ja, mag gezegd worden, zijn hart lag altijd bij de zomer. En het is ook zeker geen verrassing dat hij destijds als erevoorzitter van onze vereniging werd benoemd. Nee, dat was ook zeer terecht. In die jaren hebben we 12 voorzitters gehad, waaronder Peter natuurlijk. En weet je, dat is nog niet zo makkelijk, hè Peter, dit zootje ongeregeld hierachter. Ah ja, de mensen die nou het grootste commentaar hebben achter mij, die moet je in de gaten houden. Dat zijn de ergste. Want weet je, een voorzitter, ja, die heeft eigenlijk als taak om ervoor te zorgen dat alle randzaken goed zijn. Hè? Licht, geluid, dat ging net fout, maar goed. Dus die moet de theaters moet die regelen, die moet zorgen dat het geld in orde is, allemaal van dat soort dingen, maar die van ons, hè? Die moest dan ook nog boodschappen doen. Ja. Bij voorkeur ook nog eens de broodjes smeren en de afwas. Ja, de afwas, ja. Ja, weet je, Wis, met of zonder voorzitter, probeer in deze tijd maar eens je hoofd boven water te houden. Zeker met het al maar duurder worden, wat we momenteel met z'n allen natuurlijk voelen. En de Zoma die heeft eigenlijk in haar hele bestaan meerdere malen op het puntje gestaan om te vallen. Ja, dan hadden we hier uiteindelijk natuurlijk ook niet gestaan met z'n allen. En dat moet gezegd, de gemeente Oostburg, toen nog de gemeente Oostburg, hè, nu de gemeente Sluis, ja, die heeft er in die jaren ons ja, toch wel een aantal malen doorheen moeten helpen. Ja, en ook de laatste jaren met corona is het echt wel kantje boord geweest, mag ik wel zeggen, ja. Ja, en zijn ze heel coulant geweest naar ons. Ja, absoluut. Daar mogen we ze dankbaar voor zijn, want anders stonden we hier. Zeker niet, zeker niet. Want wat geld, hè Peter? Geld blijft wel een dingetje voor ons. Ja. Aan de andere kant hebben we ook wel een paar dames hier achter ons zitten die altijd wel een oplossing weten voor dat soort dingen. Doorgaans weten zij ja, wel... Ach jee. Wacht eens even, hier staat je ongeleide projectielen. We zijn er nog niet klaar voor. Nee, we missen nog iemand. Oei. Nou, ja. Nee, hoezo? Volgens mij heb ik in de zaal gezien. Oh, dan gaan we kijken. Ja, gaan we er aan deze kant kijken? Ja, we gaan eens even zo. Ik kan nooit een keer normaal halen. Wacht. Volgens mij brokken we het al vannacht. Je bent nog niet begonnen en het gaat al voor de tweede keer fout. We kunnen niet voor één keer gewoon strip volgen. Het is wel erg donker hier. Ja, vind je het gek? Dames? Oh, dat is ook een knapje niet. Ema? Oh, maar ja, oh nee, ja, die mag niet. Nee, oké, die nee, dat is mijn schoonzoon, denk ik. Laat die maar zitten. Ja. Oh. Nee, het is hem niet. Oh, kijk! Ik ken hem! Ah, hij heeft... Ja! Ah, hij heeft hem mee! Neemt ze maar mee! Die meneer op de eerste rij. Nou... Kijk eens aan. Wat heb je gevonden daar? Kijk maar eens. Ah, meneer. Hey. Oh, kijk eens. Is... En mag ik aannemen dat hij nu wel klaar is? Ja, je mag beginnen. Ja? Het is goed. Ja. Ik zou willen zeggen, heel veel sterkte. Vooral sterkte. Hey, big spender!
wanna have fun. How's about a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few laughs? Fun, laughs, fun, laughs, fun, laughs. I can show you a fun, laughs, good time. Fun, laughs, good time. Fun, laughs, good time. Ready for some fun? Let me show you a good time. Hey, big spender! Hey, big spender! The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender! Hey, big spender! Hey, big spender! Dames, kan die weer? Ja hoor. Ga je gang. Ja, maar het is de bedoeling dat jullie weer gewoon bij het koor gaan zitten met al je geld. Oh, moet dat? Ik vind het veel leuker zo'n spotlicht. Ja. Ja, dat weet ik, maar ik heb jullie even niet nodig. Nou. Oké. Okay, nou. Doei. Oké. Okay. Tot straks, hè? Ja, jullie zijn er niet vanzelf, hoor. Zoals ik al zei, het is een soortje ongeregeld, af en toe bij de Zoma. Er werd dan ook bij de oprichting nogal met argusogen naar gekeken. Want ja, zo'n flauwe power-generatie die iedere week in dat hokje bij Chez René met gesloten deuren zat. Dat was van alles gaande natuurlijk. Dat kon niet anders. Dat kon niet anders. We hadden al heel snel de bijnaam de poeperette. Hij is ooit geworden, de poeperette. Beste suggestieve naam, vind je niet? Maar de leden van toen, die ik heb gesproken, die zeggen... Er weet niet waar dat vandaan komt, hoor. En weet je wat ze ook nog zijn? Er waren nog veel meer dubieuze clubjes in Oorsburg. Van die sleutelclubjes en zo. Ja, waarom wordt er dan zo naar ons gekeken? Ze begrepen er helemaal niks van, echt niet. Maar goed, de mensen, ze zeggen, hè... Piet Brakman schreef er een liedje over. Ze zeggen zoveel. En we gaan nooit echt weten wat nu de waarheid was, want we waren er niet bij. We er in ieder geval niet. Dus ja, ik denk dat men ons altijd af zou vragen. Zou het nu echt zo zien? Staring while my coffee
Heeft u ook zo'n last gehad van de pandemie? Beetje voor de hand liggend misschien, maar wij wel, kan ik u vertellen. Zo hadden wij voor het jaar 2020 een geweldige show, een geweldige musical op het programma staan. Bekend van Broadway en van films. Maar ja, het was 2020, hè? En opeens, toen moesten wij plat. Het was opeens klaar. Want zelfs zingen bleek een hele gevaarlijke hobby. Dus ja, de show die werd verzet naar 2021. En ik mag wel zeggen, vol goede moed gingen we opnieuw van start met onze koordirigenten, Annie van der Staal. En we hadden een nieuwe regisseur, Ant van Kerschaver. Dus we waren er klaar voor, hè? Maar ja, 2021, u weet het ook vast nog wel. Toen kwam die derde golf. En die derde golf, ja, die werd ons en die show uiteindelijk, ja, fataal, mogen we wel zeggen. Zo zonde eigenlijk, hè, van al die energie die daarin gestoken werd. Ja, en die show en die musical is misschien wel leuk om te vertellen, hè, want dat verhaal is eigenlijk wel leuk om te vertellen. U moet het zien, er is een ghetto. En in die ghetto woont een wat slome jongen, een beetje een nerd. En die heeft een plantentik. Dat kan, een plantentik. En hij is ook nog eens verliefd op zijn collega. Maar zijn collega die heeft dan alweer verkering met een tandarts. En die tandarts is helemaal niet lief voor haar. Volgt u het nog? Nou, op een gegeven moment vindt die jongen op de markt een hele bijzondere plant die hij niet kent. Die plant neemt hij vervolgens mee naar huis. Ja, die plant die dreigt dood te gaan. Dat werkt niet, tot hij per ongeluk zichzelf een keer snijdt. En die plant die voedt zich van zijn bloed. Ja, en dat gegeven, ja, dat verandert alles. Die plant die brengt hem geluk, maar ook moord en onheil. En, weet je, wat sta ik hier eigenlijk te doen? Hè? Dit verhaal laat zich eigenlijk helemaal niet samenvatten in een notendop. Dat is bijna niet te doen. En de muziek trouwens al helemaal niet. Dus misschien is het gewoon veel beter als we wat hoogtepunten laten zien van die show. Dan is het uiteindelijk toch niet helemaal niet voor niets geweest. Al die tijd en energie die erin gestoken is. Dus, mesdames en messieurs, mijn dames en heren. Ja, boeren en buitenlui, ik presenteer u dan met heel veel trots wat hoogtepunten uit de show die nooit is opgevoerd. The Little Shop of Horrors. Mest. Jij zorgde voor zorgen, je groeide geen pest. Ik val op mijn knieën, volledig van streek. En smeek, groei voor mij. Ik gaf je wat pokon en dikwijls een mix van zonlicht en water, maar jij geeft me niks. Ik draai, ik aaien, het helpt echt geen steek. En smeek, groei voor mij. Ik pas op mijn tocht, ik verwen je, ik neem je op schoot.
Ik spons ook je blaadjes, toch ben je op sterven na dood. Ik zorg voor je vochtigheidsgraad, maar toch gaat het niet goed. Ik kocht mineralen in grote getalen, oh wat ben je dan van mijn bloed? Voer me! Moet het echt van een mens zijn? Voer me! En dan ook nog van mij? Voer me! Maar waar moet ik het halen dan? Voer me, Simon. Voer me, pas je weg. Kom op, joh, want je kan het. Voer me, Simon. Jij wil bloed, maar wat moet ik doen dan? Mensen vermoorden? Zou je rijkelijk belonen? Wil je graag een keer je weg steken? Of een keertje op de tv? Avond je uit met dorst? Nee, ik geef je alles. Wil je graag een zaak die galm? Uit die leven in een chic restaurant? Wordt geregeld door deze plant? Ik geef je alles. Het had gewoon mijn internationale doorbraak kunnen zijn, hè? En ik mocht er 4 van hun opeten.
En iedereen maar denkt, hoe komt het toch dat de zomer steeds minder leden krijgt? Nou, ik wist het wel hoor. Ja. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Uiteindelijk zijn we gewoon een hele grote vriendengroep met elkaar. En we hebben heel hard aan deze musical gewerkt. Dus we baalden ontzettend dat hij niet doorging. Maar ja, soms gebeuren dingen gewoon. Hè? En meestal per ongeluk, maar soms ook expres. Daar hebben we ook wel een handje van. Zo moest Charles van de Winkel, die moest een keer in een regenton een gesprek afluisteren. Maar wat hadden die Hufters collega's nou gedaan? Die hadden in de pauze gauw water in die ton gegoten. Dus Charles, die moest die ton instappen. En die kreeg natte voeten. Maar hij kon niet anders dan zakken. Want ja, iedereen keek. Dus hij zakt. En hij komt even later weer omhoog. Tot aan zijn middel doorweekt. De collega's die van niks wisten op het toneel, die lagen natuurlijk helemaal in een deuk. De zaal lag plat. Hij kreeg een daverend applaus. Hij had wel het grootste succes van de avond. Maar hij liep er niet zo lekker bij, zou ik maar zeggen, de rest van het stuk. Hi. Hey. Ben je er ook? Het is toch waar niet Juventi naast je zit? Ik zal niks zeggen, hoor. Hey, ben je er ook? Had je nog niks anders aan kunnen trekken? Hey! Connie! Hey! Kijk! Je bent er toch? Oh, je bent maar alleen en je vrouw is er niet bij. Oh, ik heb ze net nog gezien. Waar? Connie. Daar op de markt! Connie. Ja? Kan ik jou misschien helpen? Ja, je ging toch dat verhaal net vertellen van dat is Holland Weichje in, vanuit 1985, 86, hè? Oh, je bent goed in je jaartal, beter dan ik. Ja. Maar dat klopt, maar wat kom jij dan doen? Nou, ik dacht er misschien aan dat dat misschien wel leuk zou zijn voor het publiek om dat beeldend te maken. Ga schouw weg met dat water, straks wordt het toneel nat, dan struikelt het halve koor. Ja. Maar dat zou toch wel leuk geweest zijn, toch? Ja, alleen maar vertellen is ook maar zo saai. Nou, weet je wat? Als jij nou hier bij die blokken gaat zitten, ja. Dan vertel ik het verhaal en dan kun jij het beeldend maken. Ja. We hebben het dus over de musical Das Holland Weibje. Connie is dokter van Stelzer. Ja, in het ja. Stuk. Oh ja, ik ben dokter. Wacht even hoor. Dat moet je natuurlijk wel kunnen zien. Hè? Kijk. Kijk. Ja. Ja, daar knap je een stuk van op. Ja, oké. Okay. Connie is dokter van Stelzer in het stuk. En die heeft een hele zware dag gehad. En daarom is hij in slaap gevallen. Op een paar balen stro. In slaap gevallen op een paar balen stro. Oké. En ik ben dan even de kamerheer in het stuk. Wacht. Kamerheer, wacht even. Zo, de kamer hier. Wacht even, dat is nog niet helemaal af. Waar zit hij? Ah, hier. Kijk eens hier, voilà. Die hoef je niet te schenen, die kan je straks weer af. Het is waar wat ze zeggen, de mensen. Als je jezelf wakst, krijg je alleen maar meer haar. Maar goed, ik ben dus de kamerheer in het stuk. En de kamerheer is op zoek naar dokter van Stelzer. En die vindt hem dus slapend op die balenstro. Dan roept een van de toneelcollega's, gooit er maar een emmer water overheen. Ja, mag ik nog recht komen? Nee, want ik was nog niet bij de clue. Oh. En ik vergeet ook nog iets te vertellen. Okay. Mijn snor krult. Wat ik vergeet te vertellen is, er waren drie voorstellingen van die shows.
En in de eerste twee werd er water gegooid met toneelwater. Dus dat is vaak papiersnippers of cellofaan. Ik had er ook niks mee binnen. Ja, gaan we weer slapen. Ik zet hem hier, hè, voor zo'n ja. Papiersnippers of cellofaan. Maar Frans Modder speelde de kamerheer en die dacht, dat kan beter. Dus in de derde voorstelling loopt hij richting de slapende dokter van Stelzer. En pakt hij niet de papiersnippers, maar het emmertje water. En toen de cue kwam... Het is onvermijdelijk. Precies. Ha ha! We are weather girls and we got news for you. You better listen. Get ready, or you're lonely girls. And leave those umbrellas at home. All right. What's the sources now? Well, but hurry up. Cause tonight, for the first time, just about help and stand. For the first time in history, it's gonna start raining men. It's a raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. I'm gonna go out. I'm gonna let myself get absolutely soaking wet. It's a raining man. Hallelujah, it's raining man. Every sense of man is gone. Rough and tough and strong as me. God bless Mother Nature. She's a single woman. Rain in the sky, so that it's an everyone.
Nou, it's raining, man. Dat is ook niet helemaal meer waar, hè, natuurlijk. Ja, in de begintijden van de zomer ging het eigenlijk nog prima, hoor. Toen waren er nog mannen zat. Maar in de afgelopen 50 jaar hebben we ook wel eens wat meer karige tijden gehad. Als het gaat om de bijdrage van mannen in ons koor. En ja, wat is dat dan, hè? Ik bedoel, is het niet meer stoer misschien om te zingen? Ik vind mezelf best stoer zo eigenlijk wel. Of misschien past het ook dan niet meer bij deze tijd om te zingen. Ja, dat kan het allemaal zomaar zijn, hè? We weten het allemaal niet zo heel erg zeker. Wat ik wel weet is dat, dat was denk ik, dat was bij hetzelfde stuk. Dat is Holland Bijviging, dat werd net al even genoemd. In die tijd kwam men ook één man tekort. Eén man. En men repeteerde toen nog in discotheek The Joy in Katzand. Ja, Peter de Leijzer had dus een probleem. Nu was zijn zus Gerda daar ook al. Hè? Die zorgde dus een beetje voor de versnaperingen. Dus ja, Gerda werd gevraagd om even dan in te vallen voor die rol, zolang er nog geen man was. Maar ja, naarmate de tijd vorderde, bleek er uiteindelijk ook gewoon helemaal geen man te vinden voor die rol. Dus met Peter, zijn zus Gerda, uiteindelijk geen keuze. Ja, en zo rolde een van de langst lopende leden de zomaar in, mag ik wel zeggen. Ze begon als man, heeft daarna de ene na de andere mooie rol gespeeld. Ze werd bestuurslid en ze heeft uiteindelijk de zomaar 35 jaar met zich meegedragen. Naar nieuwe tijden, mag ik wel zeggen. Ja, absoluut. En zo zie je maar, hè? Zo kan je eigenlijk door het toeval een hobby inrollen. En dan komen uiteindelijk de mooiste kleuren naar boven. You with the sad. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you can make you feel so small. And I see your true color shining through. I see your true That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, just call me up and I will always be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be let them show your true colors are beautiful like a rainbow. Oh, like a rainbow. Taken all you can bear, just call me up and I will always be there. And I see your true colors shining through. I see your
That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are shining through. I see your true colors, and that's why I love you.